Ik ben Lise van de Kastelen. Ik ben zo pas verkozen in het Vlaams parlement voor de PvdA. Ik werk in een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk als huisarts in Hoboken. Ik woon in Antwerpen samen met mijn partner en mijn twee dochters. En ik heb de voorbije 5 jaar gezeteld in de OC&W-raad in Antwerpen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Omdat ik eigenlijk merk dat in de samenleving de mensen veel te weinig centraal staan. En ik merk dat vooral in mijn werk als huisarts. Daar zie ik dat mensen vaak heel erg hard moeten werken, maar tegelijkertijd heel moeilijk rondkomen. En dat er toch veel te weinig gehoor is van de politiek naar die mensen. En dat neemt ook toe. Mensen krijgen het in het algemeen steeds moeilijker om rond te komen. En ik wil daar echt iets voor betekenen, iets aan doen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, dat was heel erg spannend. We hadden eigenlijk vanuit de provincie Antwerpen gehoopt van Peter verkozen te krijgen in het federaal parlement, in de Kamer. Dat ook gelukt is. Peter zit daar nu niet, zelfs niet alleen of met drie, met Peter en Marco samen. Maar we zijn in het federaal parlement van 2 naar 12 verkozen gegaan, wat gigantisch is. Maar dus ook op Vlaams niveau hadden we gehoopt van zeker Jos Daes daarin verkozen te krijgen. Eventueel met mij samen. Maar uiteindelijk zitten we daar nu met 4, dus van 0. Naar 4 verkozenen, dat was overweldigend en tegelijkertijd heel erg spannend en een heel mooie avond. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, absoluut. Ik zelf had toch een mooi aantal voorkeurstemmen, veel meer dan ik verwacht had. Een 8600 ongeveer, dus heel, heel tevreden. Ja, dat is boven onze verwachtingen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, ik denk dat het toch veel energie zal kosten om dat toch op een andere manier aan te pakken. Ik heb het gevoel of de vrees dat dat toch heel erg een bubbel is, dat parlement, waarbij er heel veel onder elkaar gesproken wordt, maar veel te weinig geluisterd wordt naar de gewone samenleving. En dus ik wil echt wel zien dat die stem van de samenleving, van die mensen die het moeilijker krijgen, die ook op wachtlijsten staan, dat die echt wel gehoord wordt en dat er echt wel iets aan gebeurt. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik werk als huisarts. Nu al 12 jaar bij Geneeskunde voor het Volk. Dat is een wijkgezondheidscentrum. Dus mensen kunnen daar eigenlijk gratis bij ons terecht. En ik ga dat halftijds blijven combineren met het werk in het parlement hier. Ik vind dat zelf heel belangrijk om voeding te blijven houden bij de mensen, om de verhalen te horen. Het is ook vaak daar dat je hoort wat de besparingsmaatregelen die vaak genomen worden nu, welk effect dat die echt hebben op de mensen zelf. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Momenteel is mijn omgeving vooral heel tevreden dat ik verkozen ben. En ik heb heel veel steun vanuit mijn directe familiale omgeving ook. Maar in het algemeen, ik zat nu ook al in de OC&W-raad en ik ben al een tijdje actief bij de PvdA. Vind ik wel dat mijn sociale leven heel erg verrijkt heeft. Je komt heel veel boeiende, interessante mensen tegen. Ook heel veel plezante activiteiten, dus dat vind ik alleen maar heel leuk en interessant. Maar we gaan zien wat de komende jaren gaat brengen. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Waar ze mij echt op mogen afrekenen is dat ik consequent aan de kant ga blijven staan van de mensen in de samenleving. Van de werkende mensen, van de mensen die thuis zijn, van de mensen met een ziekteuitkering. Dat ik consequent hun kant ga kiezen en hen consequent ga verdedigen hier in het parlement.